Onder de Japanse bezetting was de nood in Indonesië tot het uiterste gestegen. De medische verzorging liet alles te wensen over. Met grote energie en voortvarendheid is er na de bevrijding gewerkt om hierin verbetering te brengen. En een prachtig resultaat hiervan is wel het Margriethospitaal in Batavia, gebouwd op de plaats waar het vroegere ziekenhuis door gevechtshandelingen verwoest werd en waar zieken nu onder ideale omstandigheden weer genezing kunnen vinden. Maar ook op ander gebied onderging de bevolking de zegeningen van de Japanse bezetting. Textiel bijvoorbeeld was er al die jaren niet te krijgen. In verschillende dorpen die nu weer onder Nederlands bestuur staan, wordt kleding uitgereikt aan de bevolking. En dat dit geen overbodige luxe is, bewijzen deze opnamen.